Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik ga Sim naar school brengen. Alsjeblieft, je knuffel. Liam en Jordi die zijn nu net al naar school. Niels die heeft Liam weggebracht. Nu is hij Jordi aan het wegbrengen. Daarna gaat hij gelijk werken. En ik geef Sam wegbrengen naar de winkel. En straks heb ik weer een Too Good To Go box. Oh, ik zat met mijn dikke vinger ervoor. Nou, ik geef even gauw op pad met deze kleine boef. En dan, dat. Meer kan ik niet zeggen eigenlijk. Ik ben naar de winkel geweest. Toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik heel even op de bank gezeten. Ik ga zo daar even douchen. Ik kan nou even vrij douchen zonder dat er iemand aan mijn kop zeurt. Hé joh, wil jij ook niet bij een vrouwtje, hè? Nee. Ik heb een Too Good To Go box opgehaald. Daar zitten in twee eierkoeken. Twee kaneel-eierkoeken. Ik vond deze de vorige keer eigenlijk best lekker. Twee appelflappen. Volgens mij is dit een abrikozenflap. En ik heb een donkerbruin brood. Lekker. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik netjes vind voor 4 euro voor wat je hebt gekregen. Dus ik ben weer even schoon. Ik had allemaal eczeemvlekken in mijn gezicht. Die heb ik allemaal even behandeld. Joehoe, dat prikt. Maar goed, wat ik bedoel met behandeld is dat ik dat helemaal schoon heb gemaakt. Helemaal ingevet heb. Dus ja, ik heb weer een rood huidje. Was aangezet. Van alles gedaan. Oeh, ik moet wel even het licht uitzetten. Ik heb dus even gedoucht. En ik heb weer een broek uit de kast getrokken die ik wel even niet meer aan heb gehad. En dat is deze. Dus ja, zo dadelijk kan ik alweer Sam op gaan halen. Nou, dat waren mijn paar uurtjes zonder kinderen. Raad eens wie ik heb opgehaald. Tadaa! Waar is Sam? Die ligt te slapen. Te slapen. Ja. Ja, dat hebben jullie. Oh, oké. Okay. Nee, maar deze ook. Ja. Snot komt. Je hebt veel snot hier gewreven, hè? Ik zie het. Het koud, moet je de deken pakken. En dan zo dadelijk om 2 uur mag ik de leider van de Bambix-bende ophalen. Wat ben je allemaal aan het doen? Doe dan de deken pakken. Hij zit nu lekker filmpje te kijken. Ik hoop dat hij wakker blijft tot 1:15 zoiets. Dan kan ik hem klaarmaken en dan kunnen we hem daar in de auto zetten. Dan maakt het voorbij iets makkelijker. Oh, mama is wel moe. Dat wel. Ik ben dan ook moe geboren, hè? Auto. 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 Liam. Auto. Auto. Goed zo, auto. Auto. Goed zo. We zijn steeds meer woordjes aan het oefenen. Maar we zijn ook gebaren aan het doen. Zo kent hij al. Oh, zo. Mama. Papa. Oma. Auto. Opa. Eten. Drinken. Kus. Hij kent er al heel wat. Dus we zijn heel veel aan het oefenen. Ik wilde nog gaan uploaden. Is me niet gelukt. Want ik heb een kind dat helemaal alles ondergekitst heeft, et cetera. Sammy. Gelukkig was papa op tijd thuis. En heeft hij het even voor me overgenomen. Zodat ik het even het eten aan kan zetten. Want ik heb natuurlijk wel twee kinderen die gewoon niks aan mankeren. En
En we moeten zelf ook eten. En we moeten zelf ook eten, dus vandaag. Dus ja, dat is nou helemaal zo. Ga je er nou weer vandoor? Hier. 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 Hier kom jij. Ik schrik me kapot, man. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik eigenlijk merendeel bankzaken gedaan en beleggingen. Want ja, hè, Sam. Hij is wel gaan slapen en alles. Maar ja, het kost gewoon rete veel energie. Dat is gewoon zo. Ik ben nu kinderen fruit aan het geven. Wat heb ik voor ze gemaakt? Jordi, wat jij gewoon eens op. Ik ben ondertussen Jordi aan het geven. Wat heb ik voor ze gemaakt? Ik heb aardbeidjes, meloen, mango, appel en voor Jordi 2 stukjes banaan. En dat is niet omdat Jordi geen, zeg maar, dat ik Jordi geen banaan wil geven. Hij kan er gewoon heel slecht tegen, maar hij is op dit moment, omdat hij antibiotica heeft voor zijn oren, is hij aan de dunne. Dus dan kan ik hem 2 stukjes of zo geven, zodat hij niet volledig verstopt. Maar dan heeft hij toch net iets extra's wat lekker is voor hem. Want hij vindt banaan namelijk heel erg lekker. Maar ja, hè? Ik heb daar liever zelf in de hand. Want dan weet ik zeker wat hij binnenkrijgt, et cetera. Dus vandaag. Maar hij is lekker aan het eten. Sam is lekker fruit aan het eten. En Liam ook. Dus ja. Maar hij vindt banaan gewoon super, 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 super lekker. Alleen ja, hè. Maar hij heeft antibiotica. En hij is op dit moment aan de scheiteritis van de antibiotica. Dus ja, dat betekent dat hij momenteel niet zomaar vast zal lopen. Omdat hij ook nog zijn macrogolmedicatie krijgt, et cetera. Want als ik stop met de macrogolmedicatie, dan ja, hebben we wel een probleem. Dus vandaag. Maar goed, ik ga eventjes hiermee verder. En dan 2 stukjes heb ik het trouwens over 2 schijfjes. Dat is waar ik het over heb. Meer heb ik het niet over. Dus vandaar. Oh, en trouwens, Niels is werken. Die komt straks wel weer terug. En dan heeft hij weekend. De kindjes zijn rustig aan het spelen. Nou ja, rustig. Ze maken vrij veel lawaai. Maar goed hè, prima. Ik ben nu aan het uploaden. En ik had gisteren had ik een video erop geplaatst dat het niet ging lukken om te uploaden. En wat zijn jullie toch allemaal lief. Ja, ik vind jullie echt heel lief. Want ik krijg elke keer beterschap en oh niet weer. En jullie zijn belangrijk. En denk ook eerst aan jezelf. En nou, zulke reacties krijgen wij. Ik wil echt zeggen dat ik dat enorm waardeer. En ik vind het super lief van jullie. Echt heel erg lief. Ik vind wel dat dat gezegd mag worden. Ik kan niet uitgebreid dit antwoord allemaal op iedereen apart geven. Daarom doe ik het ook in de video. En ja, het is een week later als jullie dit zien. Maar toch, ik vind wel dat het gezegd mag worden. En dat ik dit zeker waardeer. Niet alleen ik, ook Niels vindt het leuk om te horen. En die zegt ook altijd, we hebben toch lieve volgers eigenlijk. Ik zeg, ja, we hebben echt lieve volgers. Dus super lief. Ik heb vandaag niet veel gevlogd. Niels is thuisgekomen. Ik ben even op de bank beland. En toen de kinderen weer wakker waren, ben ik naar boven geschokt. En wat ben ik boven gaan doen? Ik heb de douche van beneden naar boven helemaal gepoetst. En ja, dit moet nog allemaal gestuukt worden, et cetera. Maar dat betekent niet dat het niet schoon moet zijn. Ik heb vandaag een beetje een lichamelijke inzinking gehad. Omdat, ja, ik heb gewoon heel veel te doen. En ik heb voornamelijk kinderen waarvoor ik zorg. En
Ja, dat breekt gewoon wel eens op. En daar ben ik gewoon heel eerlijk over dat dat zo is. Betekent niet dat ik niet de zorg kan bieden die ze nodig hebben. Want dat kan ik wel degelijk. Het nadeel is gewoon dat ik met fibromyalgie gewoon af en toe pas op de plaats moet maken. En dan zou je denken, dan ga je de hele dag in bed liggen en dan doe je niks. Ja, dat is een heel mooi gezegde. Maar het probleem is, ik heb fibromyalgie. Ik heb een spierweken deler reuma noemen ze het. Ik heb eigenlijk altijd spierpijn. Dus op het moment dat ik ga liggen, ben ik alleen maar verder de pineut. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. Ik heb de hele dag spierpijn. Vooral in alle aanhechtingen, et cetera. Dan kan ik ervoor kiezen om op de bank te gaan liggen. En dat heb ik gedeeltelijk ook gedaan. Maar op een gegeven moment moet ik gewoon heel even gaan bewegen. En dat heb ik gedaan door middel van de douche te doen. Zodat ik niet te stijf ga worden. Want als ik te stijf ga worden, ben ik dus wel zwaarder pineut. Dus ja, dat is de reden. En daarom heb ik ook niet zoveel gevlogd. En zoals je nou ook al hoort, beneden dat gehuil. Dit is al de hele fucking dag. Dus ja, ik ben blij dat ik even andere dingen te doen heb. En toen heb ik weer mogen douchen. Ja. Er heeft iemand gespouwd en het was niet Sam. In dit... Oh, jullie gaan er vandoor. In dit geval. In dit geval was het... Deze grote vent. Ik heb een heel stuk van die bank af kunnen doen. Helemaal schoongemaakt. Dit stuk moet ook nog gewoon, maar dit is geen kots, dit is snot. Dus. Het lijkt hem op te luchten om te kitsen. We wachten het wel weer af. Ik heb in ieder geval even weer mogen douchen en ik zat helemaal onder. Jordi die heeft me ondergekitst. Want ik zei tegen Niels, geef Jordi maar even aan mij. Dan gaan we even kijken wat we ermee kunnen doen. En op het moment dat hij bij mij kwam... Ja, toen kitst hij alles onder. Nou, dus dat. Zat zelf op mijn gezicht. Ja, zelfs in mijn gezicht. Dus ik ben heel snel naar boven gegaan. Goedemorgen. Mijn kotsende Jordi. Wat voor nacht hebben we gehad? Ik heb geslapen. Ik ook. Dus volgens mij wel goed. Een keer voor Liam wakker geweest. Voor zijn bloem wakker kwijt. Voor hem van het huilen. Ja. Maar toen was ik, had ik zijn knuffelbeertje teruggegeven en ingestopt. En toen ging ik weer slapen. En ik heb nog even bij Jordi geslapen. Ligt het bed van jullie fijn? We zijn mijn rug te voelen niet. Dus. Van die boom afblijven. Gaat u weer aan die boom zitten? Gaat u weer van alles uit zitten plukken? Nou, ik ga boven aan de gang. En zorg dat het klaar is. Hoe laat wil je ontbijten? De reden dat ik Niels zijn eten niet eet, is vandaag weer bevestigd. Half gebakken, croissantjes maar klaar, et cetera. Dus ik vreet ze eten niet. Ik heb gezegd tegen hem dat hij het weer terug in de oven moet doen. Hij had al glazuur over de kaneelbroodjes gedaan. Dus ik heb gezorgd dat de croissantjes goed gaar zijn. Ik heb de borden opgemaakt. Hij is de helft vergeten te doen. Ik hoef geen eten van hem. Nooit. Nooit. En nee, ik ga het ook niet filmen. Nee, het enige wat hij kan is een ei koken. Dat is het enige wat hij kan. De rest, nope, nope, nope. Kinderen moeten toch eten, maar ik ga zijn eten niet eten. Nee, en ik ben nu op dit moment best wel pissig. Want dit is iets wat ik al zo lang roep. En hij doet maar iets en hij denkt niet na. En ja, dan ben ik nu pissig. Ga ik nu verder boven poetsen. Enigste wat hij wel goed heeft gedaan, is dit kleine stukje gefilmd. Dat wil ik jullie wel even laten zien. Wie heb je aan de telefoon, Liam? Kan je een foto maken? Kan je papa filmen? Papa.
Wat heb je? Heb je ook gefilmd hoe ze jou eten opaten? Ja. Nou, ik heb de kijkers verteld dat ik er een beetje pissig om was. Want Niels, kun jij koken? Nee. Heb je interesse in koken? Nee. Als Niels altijd iets maakt, mislukt het 9 van de 10 keer. En dat was nu het geval, dus... De kinderen leven nog, dus dat is een voordeel. Maar, ja. Wat heb je... Oh, krijg ik zo binnen. In ieder geval, dat filmpje ga je hierna zien. Maar, ja, dat ik Niels' eten niet eet, is dat raar? Nee. Nee, dus... Maar we houden nog wel van elkaar, toch? We houden nog wel van elkaar, maar ik ben er nog steeds pissig om. Dus dat. Ik ben boven zo goed als klaar. Hoef alleen nog maar te stofzuigen en te dweilen, dus... Yes. Kijk, je best doen is soms niet genoeg. Nee, precies. In ieder geval, ja, dat. Wij zijn aan het eten. Nee. Ook? Ik ben hier vertellen. Wil je een broodje? Jam, jam. Vinden jullie het lekker? Papa is niet zo goed in de keuken. Mama heeft niet genomen. Dus, ja, we maken maar het beste van, hè. Niels gaat voor mij zo boven stofzuigen en dweilen. Ik heb eventjes iets naar beneden gehaald voor Liam en hij vindt het helemaal geweldig. Ik heb deze een tijdje terug voor Jordi gekocht. Jordi gaat er wel in, maar niet huppelde huppelpup. Maar Liam wel. Liam vindt het helemaal geweldig. Let niet op de rotzooi trouwens, ik moet het allemaal nog doen. Ik ben er niet aan toegekomen. Boven is wel opgeruimd, dat dan wel. Kan hij in ieder geval wat energie kwijt. Ja, sinds de groeit ook, hè? Ja. Naar mij ging hij wel. Wil je samen met Joepie spelen? Ai, 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 ai. Ah ja, ja, ja. Ja, ja. Ah ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ik probeer hem niet nee te leren. Want dan weet hij dadelijk dat hij alleen maar ja kan zeggen en geen nee. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Niet zo aan je haren zo. Nee, ja, ja, ja. Dada. Nee, niet dada. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wat doen de kinderen? Slapen. Zijn ze ook lastig geweest, de kinderen? Hoe kom je daar nou bij? Ja, Jordi is wakker geweest. Ja, maar die was binnen een minuutje weer in slaap. Ja, oké. Liam, die was wel lastiger. Mm-hmm. Maar die slaapt nu ook. En wij gaan ook lekker naar bed. Ja. We hebben hier alles gepoetst en gedaan. Alles staat klaar voor morgen. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.